Zet de voeten iets breder in de schouders en dan beginnen we met een rustige squat. Gewoon in een single tempo, niet te laag. Here we go, gaan we laag en op. Een hele goede avond, welkom bij Workout met Lorenzo. Ik ben Lorenzo en we zijn vandaag in een nieuwe locatie. En dit is de locatie van Urban Gym Almere. Gaan we ietsje langzamer naar beneden. En langzaam omhoog. Een super gave sportschool met een hele mooie belichting zoals je kunt zien. Alright, gaan we één naar beneden en hou hem vast. Laag, vast, langzaam omhoog. Doen we nog een keer. Laag, vast. Nu duw de billen naar achter en naar beneden tegelijkertijd. Span je buikspier aan, knijp de billen samen. Gaan we om en om een been optillen. Rechts en links. Rechts en links. Als het te snel voor je gaat, kies dan je eigen tempo. Maar zolang het gaat, probeer gewoon met mij mee te komen. Simpele beweging, ziet er een beetje gek uit, maar we zijn toch thuis, dus maakt niks uit. Liften iets hoger. Adem door. En zolang je kunt lachen, gewoon lekker blijven lachen. Als je gek wil doen, doe je gek, mag allemaal. Doen we een jumping jack. Uit en in. Dan draai je teen iets naar buiten, de knieën ook. Span je buikspier goed aan. En kantel je staartbordje iets meer naar beneden, zodat je iets langer en sterker staat. Alright, terug naar die single squat. Komt ie. Laag en op. Borst is op, schouders laag. Adem goed door. Hou vol. Weet je het nog? Eén neer, één vast. Komt ie weer. Vast, vast en langzaam op. Nog twee keer. Sorry, nog drie keer was het. Nu nog twee keer. Eentje nog. Terug naar je jumping jack, here we go. Ja, ja, ziet er goed uit. Blijf doorademen als je kan. Spring dan ietsje breder of ietsje lager naar beneden. Voor een snellere warming up. Alright. Lift je benen weer om en om opzij. We hebben nog één stukje voor de warming up te gaan. Goed voor de zijkant, goed voor de billen. Hou dat hoge tempo vol. Terug naar je jumping jack. Zo, de hartslag is al een beetje hoog als het goed is. Ik zie iedereen goed meebewegen. Als je niet wil springen, mag je altijd gewoon een tap maken. Dat is je optie. Kun je nog een klein stukje volhouden. Eventueel weer iets lager zakken, iets breder uitspringen. Come on. Ja, ja, nog maar 8, 7, 6, 5. Maak hem netjes af. That's it. Alright, schud even los. We hebben vandaag 6 oefeningen, net zoals de vorige keer. Ik leg ondertussen even uit wat we gaan doen. Blijf in beweging. De eerste oefening van de 6 is een squat. Maar bij die squat doen we een tap naar de grond. Dus leun naar voren met je andere arm naar achter. Is dat te zwaar, blijf dan gewoon in een gewone squat. Anders, all the way down, tap the floor. Oefening 2 is een plank. En breng je om en om je knie naar je elleboog. Dus handen en schouders, kom naar voren en weer terug. Naar voren en weer terug. Dus je knie gaat buitenlangs naar je ellebogen. Is dat te zwaar, doe het dan op je knieën. En breng dan vanuit daar om en om je knie in. Oefening 3 is een sprint op je plaats. En wil je meer, ga je in, wijd, wijd. Small, small, wijd, wijd. Is het te zwaar? Marcheren zo snel als jij kunt, yes? Oefening 4. Alleen maar stoten. Recht vooruit. Zo hard en zo snel als je kunt. Dus recht vooruit op de neus. Schouders laag. Oefening 5. Een air check. Deze is zwaar. Twee opties. Of een star jump. Omhoog. Met de benen uit elkaar en de arm omhoog. Of de jumping jack die we net deden. Maar als het lukt, gaan we daar. Optioneel is een tap op de grond. En de allerlaatste. Hand aan de grond. Gaan we zitten. We hebben een dip, ellebogen buigen achter en de billen gaan naar beneden. 6 oefeningen, squat en tap, planken met je knieën naar je ellebogen buitenlangs. Daarna sprinten, daarna stoten, die air jacks op een jumping jack en als laatste je dip. Ik denk dat het moet lukken, we gaan het gewoon proberen. Zijn we er klaar voor?
3, 2, 1, go. Squat tap. Come on, squat tap. Squat a la, squat a la. Down and down. So whenever you're ready, kom mee. Het zijn 45 seconden werken, 15 seconden rust. Als je die tap niet wilt, blijf dan in een gewone squat. En zak dan zo laag als voor jou wel gaat. Adem door, hou vol, blijf hard werken. Nu duw jezelf omhoog vanuit je hielen om de wilspieren meer te activeren. Gaat die nog? Ik denk het wel, maar ik denk dat we ook nog iets lager kunnen, toch? 15 seconden, come on. Netjes, hij gaat goed. Blijf ademhalen. We're doing great. Laatste secondes, come on. 3, 2, 1, en adem. Change. 6 oefeningen, 3 rondjes, 45 seconden werken, 15 seconden rust. Gaan we door naar de plank. Dus let op, handen onder je schouders en je knieën buiten langs naar de ellebogen toe. Ga je mee naar de grond? 3, 2, 1, go. Kom maar mee dan, komt-ie. Knie en knie. Span je buikspieren aan en hou de billen ongeveer schouderhoogte. Schouders weg van de oren. Worstel je iets omhoog en de bovenarmen draai je iets naar buiten. Vind een tempo waarin jij goed kunt bewegen. Je mag snel gaan, je mag langzaam. En is het te zwaar, kom dan op de knieën. Is het nog steeds te zwaar, blijf dan in een plank staan. Come on. Adem. Brace the abs. Kijk naar de grond toe. Yes, ziet er goed uit voor degene die je kan zien. Laatste secondes. Voel je schouders branden hier. Je buikspieren werken. Dan gaat ie goed. 3, 2, 1, stop, change. Oefening 3. Hierna zijn we alweer halverwege ronde 1. Dat gaat goed. I can't get no sleep. I can't get no sleep. Gaan we speed rennen. Sprintjes, ready? 3, 2, 1, go. Come on. Sprint zo hard als je kan. Optioneel als je meer wil, is small, small, wijd, wijd. Wil je minder, marcheer dan zo snel als jij kunt. Yes? Kies je keuze, kies je workout. Pas alles aan je eigen level en blijf zo snel mogelijk in jouw level werken. Adem, borstel, schouders laag en maak het zo klein, kleine korte stapjes. Op naar, goed voor de billen, op snel marcheren, goed voor de benen. 15 seconden, come on! Wie kan er nog steeds een beetje lachen? Hou vol, adem door, come on! Blijf rennen, bijna! 3, 2, 1, stop, change. Haal adem. Oefening nummer 4. Gaan we naar de stoten. Schouders laag. Borstopen. Span je buik aan en draai je bovenlichaam goed mee. Ready? 3, 2, 1, let's go, one, come on. Go. Jouw tempo. Naar voren toe. Let op dat je niet te ver doordraait, maar blik op de neus van jezelf. De stoot recht naar voren toe. Adem. Now if you need an extra gear, relax your shoulders and link to your arms a little bit more. Come on. In elke als je op je raam op bent, knijp dan harder in je vuist om meer kracht te geven aan je hele lichaam. Netjes zien dat daar 30 seconden nog bij moeten gaan. Check je knieën in en kijk onder de wenkbrauwen door als het ware. Blijf roteren, kun je groter, sterker vanuit je buikspieren. Borst je schouders mee. 3, 2, 1, stop, change. Nummer 2 van de eerste ronde. Gaan we naar die air jacks, oftewel de star jump. Of jumpy jack, en als je niet wil springen, om en om een tap. Ready? How high three, can you go? 3, 2, 1, go. Go. Do you reach up, strek uit en strek je benen wijd uit. Hoe groter je dat doet, hoe meer plezier, toch? Blijven lachen. How high can you jump? Adem door. Optie is een jumping jack. En wil je dat meer, ga dan sneller of lager. En anders blijf je in de side. Ja, ik zie sommigen dat doen. Heel goed. Blijf eens een trek op het filmpje. Alright, team, nog 15 seconden. Kun je dan ietsje meer uit de grond komen? Of ietsje harder werken? Adem goed uit. En maak jezelf dus nooit meer boos. Je bent er bijna. Al ga je door je hele huis, maakt niet uit. 3, 2, 1, stop, change. Hou aan. Gebruik 15 seconden goed om te herstellen. Voor de volgende 45 seconden op de handen, op de hielen.
vingers naar je toe. 3, 2, 1, go. Laag op. Elleboog gaan naar achter. Let op dat ze niet naar buiten draaien, maar dat je ze recht naar achter duwt. Borstjes op, schouders laag. Adem door. Ah, hoe voelt dit? We zitten de hele dag thuis. Dus op een gegeven moment gaan die armen hangen als we niks aan doen. En met deze opening blijven ze strak. Dus als je straks naar je buurman of buurvrouw zwaait, achter je raam, dan hangt je arm tenminste niet, toch? Ja! 15 seconden nog. Is het te zwaar? Ga dan zitten en beweeg jezelf naar achter met je bovenlichaam. Maar blijf vanuit je armen bewegen. Ook in een dip. Let op dat je met je heupen beweegt. Dan moet je thuis in bed doen. Armen zijn hier. 3, 2, 1, stop. Change. Kom eens omhoog. En vergeet niet hoeveel tijd het kost. Niemand ziet je. Je bent toch thuis. Terug naar de eerste oefening. We hebben eerst ronde 1 gehad. We gaan door naar ronde 2. De squat met de tap. 3, 2, 1, here we go. Drop and tap. Kijk hoe snel je kunt zijn. Draai je bovenlichaam mee. Andere arm komt naar achter. Borst gaat naar voren. Normaal gesproken is de borst op. Maar hier mag je iets meer naar voren. Zodat je sneller bij de grond brengt. Yes? Anders blijf je in een squat. Kun je iets sneller? 30 seconden nog. Come on. Ik wil zien dat je het zwaar hebt. Ik wil je horen ademen. Ook al staat je microfoon uit. Ik wil zweetdruppels zien. Ook al zie ik maar hele kleine schermpjes van jullie. Kom op team, 15 seconden nog. Are you still bracing your ass? Still squeezing your butt? Now press yourself up when you breathe out and through the heels. Come on. Bijna. 3, 2, 1, that's it, hold. Stop, change. Over die 2. Gaan we door naar de plank. Met die knieën naar je ellebogen. Kies of je op je knieën gaat of op je tenen staat. Ready? Let's Three, go. 3, 2, 1, go. Om en om een knie richting die ellebogen. Duw je tenen van je af, schouders weg van de oren. Nu let op dat je niet gaat hangen in je borst, maar dat je je borst omhoog duwt. De schouderbladen moeten weg van je lichaam gedraaid zijn. Kun je billen zoveel mogelijk schouderhoog te houden. Door middel van je buikspieren goed aan te spannen. Let op dat je niet te veel naar achter gaat lopen. Of jezelf naar voren loopt. Blijf met je schouders boven of ietsje voor je handpalmen. Ik krijg het ook zwaar hier, je bent niet de enige. Hou je bovenarmen naar buiten gedraaid, opties op je knieën, niet vergeten. Die opties zijn er niet voor niks. Kom op, laatste secondes. 5 tikjes op elkaar, je mag boos kijken hier hè. 3, 2, 1, that's it. Stop, change. En het mooie van thuissport is, niemand ziet je. Dus je kan zo gek doen als je zelf wil. En als je heel stiekem even pauze houdt, kan dat ook gewoon. Maar ik ga ervan uit dat jullie dat niet doen, toch? 3, gaan we sprinten, komt ie, go! Maak jezelf kleiner, sneller, korte stapjes. Ik wil eerst dat je je stappen kunt horen die je maakt. Optioneel was het small, small, wide, wide, als je meer wil bewegen. En anders zo snel mogelijk marcheren als jij kunt. Come on! En als je net vergeten hebt, is dit niet zo'n fijne oefening. Borst eens op, adem door. Je trekt de navels in en omhoog, zodat je meer snelheid in je heupen kunt creëren. 15 seconden nog, hou vol. Keep on running, optioneel is daar. Of marcheren. Hoe blijf adem, je kan dit wel. Kun je sneller? Kun je sneller? Come on! 3, 2, 1, yes. Stop, change. Hou adem. Ai, ai, ai. Nog 3, we zijn halverwege. Anderhalve ronde gehad. Anderhalve ronde te gaan. Klaar voor de stoten? 3, 2, 1, let's go. Go. En je bepaalt zelf hoe snel je gaat. Maar wat ik wil zien, is dat je jezelf sterk maakt, roteert en uitzet in je bovenlichaam. Yes? Come on. Now block your hips, squeeze the butt, and ride on. En elke keer als je bij je raakvlak bent, knijp iets harder in die vuisten. Ontspan je schouders, je schouder en borsten in je beweging. Onder je wenkbrauwen doorkijken door je knie niet in te trekken. Blijf uitstekken, come on. Let op dat je niet dit gaat doen. Of heel snel, maar probeer lang te blijven maken. Probeer uit te blijven strekken. Come on. 3, 2, 1, stop. That's it. Change. En stop pas op het woordje stoppen. Niet op 3 of 2 of 1. Probeer hem af te maken. Nu komt die zwaarste weer. Die sprong omhoog. Of jumping jack.
open tech. 3, 2, 1, here we go. How high can you jump? Kun je hoger dan mij swingen? Dat is ongeveer dit stukje mijn bovenlichaam uit de grond. Yes, minimaal. Come on. Is het te zwaar of wil het niet meer? Gaat het naar die jumping jack? Wil je niet swingen? Blijf maar laag. Maar ik wil niet zien dat je laag blijft omdat je moe bent. Yes, zolang je kan swingen, kan je swingen of je nou moe bent of niet. Come on. Je swingt alleen niet als er een reden voor is. Come on. Higher, bigger, stronger. Oh, blijf daar. En dan kun je misschien nog iets sneller. En als je springt, nog iets hoger. 3, 2, 1, stop, change. Harder. Gaan we naar de grond, de laatste van ronde 2. Hierna nog maar 1 ronde, je bent er bijna. Take it away. 3, 2, let's 1, go. Go. Buigen zit, dus let erop. Het zijn de armen die bewegen. De armen gaan op en neer. Niet je heupen, die gaan mee met je armen. En is het te zwaar, ga je zitten. Beweeg jezelf naar achter. Door je armen te buigen en te strekken zoveel mogelijk als het gaat. Come on. Hij gaat goed, team. Ziet er mooi uit. Hou dit vol. Let op dat je elleboog iets meer naar elkaar toe duwt. Niet naar buiten laten draaien. Come on. 15 seconden nog. Oh, dat gaat branden hier, waarom niet? We branden die kipfilet strakker, toch? Geen hangende armen als we 80 zijn. Of misschien zijn we het al. 3, 2, 1, stop. Ik weet maar nooit wie er in de les staat. Laatste seconde. Deze keer probeer nog iets meer te geven. Laat zien wat je in huis hebt. Zijn we er klaar voor? 3, 2, let's go, squat go. It out. Kom helemaal omhoog en zak helemaal naar beneden. Hoe laag kun je zakken? Wil je nou meer, blijf dan rechterop. En zak dan lager door de knieën. Maar let erop dat je niet te ver doorzakt als je last hebt van je knieën. Sneller. Optioneel, blijf een gewone squat. Dat is je keuze, ga je zo laag als het bij jou goed voelt. Blijf die buikspier aanspannen. Knijp je billen samen. Come on. Hou vol. Kun je nog lachen? 15 seconden, come on! Dit is het moment dat je boos mag kijken. Dat je je benen voelt branden. Dat je harder wil, sneller wil. Come on! Maak hem netjes af. Bijna. 3, 2, 1, stop. Change. Nog 5. 5 minuutjes werken. Waarvan je 5 keer 15 seconden ook nog rust hebt. Hou het adem. In zoals die gaan, krachtig uitblazen. Dus zo snel je weer op adem bent. In de plank, here we go, twee knieën. Om en om een knie, sorry. Spreid je vingers. Draai je bovenarmen naar buiten. Ik weet het, dit is het moment dat je moe wordt. Dit is het moment dat je zwaar krijgt. Moeilijke ademhaling, lastig je controle weten te vinden. Maar dit is het moment dat je fitter wordt. Vet gaat verbranden en spieren gaat kweken. Die laatste ronde. Als je die niet doet, heb je de rest voor niks gedaan. Dus hou vol. Maar tot zover gaat hij goed, dus je mag al een beetje trots op jezelf zijn. 15 seconden op 10, come on. Brace the abs, optioneel is op je knieën. Trek je knieën dan iets minder ver naar voren. Hou die schouders boven je handen. Come on, je bent er bijna. Come on, 3, 2, that's one, it. Stop, change. Nummer 4, nummer 4. Wie zweet er nog niet? Blijf ademen, je bent er bijna. Die speedrun op je plaats. 3, 2, 1, go! Come on! Keep on running. Raise your shoulders down. Relax your shoulders, relax your neck. Come on, run, run, run. Adem door, je kan dit wel. Je weet het hè, als je meer wil bewegen, groter. En als je minder wil, snel marcheren, rechtop en sterk. Come on. Sprinten, 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 come on. Oh, die hartstikke gaat omhoog. De kracht van de herhaling. 15 seconden nog. Come on. Hou vol daar. Niet vertragen, probeer te versnellen. 4, 3, 2, 1. Stop, change. Hou adem. Hou adem. Voor die laatste 3. Nog 3 te gaan.
jab cross, stoter. Three, show two, me what you one, got. Go. I need to know now. Come on. En als je sneller kunt, ga je sneller, hè? Maar hou vol tot het bittere eind. Come on. Lengte, kracht en rotatie. Relax your shoulders. Bracing your abs. Lock your hips. Come on. I need to know now how you're doing. Come on. Two thumbs up if you're doing great. Harder, come on. Be sneller. Je bent er bijna 7,5 seconden nog. Come on. 3, 2, 1, stop, change. Die laatste twee. Die eerste seconde, die star jump, die air jack. Harder. Je hebt het nodig. En als het niet gaat, of als je het niet kan, dat geeft niks, hè. Je doet het op je eigen niveau. Come on. Oh, sneeuw. Het ziet er wel leuk uit als we dit met z'n allen doen. En anders blijven we daar. Als je dat zwaarder wil maken, zak dan lager door je stambeen. En tap verder uit. Hetzelfde geldt voor je jumping jack. Zak dan lager en breder. Ook daar. Alright team, zet af door middel van jezelf om je tenen te rollen en hard omhoog te gaan. Blijf lachen, je bent er bijna. Als het niet meer gaat, zak je naar een andere optie. Maar als het kan, die laatste 15 seconden. Hoe hoog ga je? Nog 7,5, come on, come on, come on. Blijf lachen. 3, 2, 1, stop, hey. Change. Haal adem. Die laatste, alleen die dips nog, alleen die armen. Dan zijn we klaar. Dan gaan we naar de cooldown. Kom zitten, maar nog niet in slaap vallen. Hielen in de grond. 3, 2, 1, go. Tot naar je lichaam, let's go. Buig je ellebogen. Naar achter. Optie is gaan zitten. Hou iets verder naar achter. Buig en strek. Yes. Voel je een heel stuk minder, maar wordt vanzelf zwaar. Als je maar lang genoeg doet. Met andere woorden, 45 seconden doet. Come on. Adem. Focus. En don't think. Kun je sneller? Ah, voor een brandend gevoel. Dit is je laatste oefening, team. Come on. Hierna ben je klaar. 15 seconden nog. Come on. Let's go a little crazy. I need to know now. Do you love me again? That's it. Hold. Hold on. Blijf nog even staan voor een korte cooldown. Just breathe through voor die laatste secondes. Kom nog even staan. Open je borst, schouders laag. Weer je rechterarm omhoog. Adem in, lang, rek uit en adem uit. Vouw naar links. Hou je heup op een plek, hou je borst recht. Andere kant, adem in. Helemaal lang en adem uit. Relax. Relax your shoulders. Hard gewerkt team. Je mag trots zijn op jezelf. Breng twee armen naar voren. Kruis links. Schouders laag. Borst naar binnen. Kin op de borst. Dus maak je bovenrug bol. Doe je armen van je af. En je ellebogen naar je bovenbenen. Billen laag. Maak een volle onderrug. Navel omhoog. Voeten op heupbreedte. Pauw voorover. Vingertoppen naar de grond. Buig je knie op je onderrug en je heup iets ontlast als het nodig is. Steek je been alleen uit als het gaat. Probeer je elke uitademhaling je heupen en je binnen iets meer los te laten. Je onderrug, laat los. Relax. Rol jezelf wervel omhoog. Roteer jezelf rond. Doe zo meteen nog even mee met een half uurtje yoga. Om 5:05 begint hij. Adem diep in. Maak jezelf helemaal lang. Lengte je lichaam en adem rustig uit. Pak nog even je rechtervoet vast voor al die squats. Doe je hand naar je bil, heup naar voren. Benen zoveel mogelijk naast elkaar. Trek niet je rug hoor. Trek je navel iets meer in. Wissel van been. Hard gewerkt. Je mag trots zijn op jezelf. Wees ook trots op jezelf, want thuis sporten is niet makkelijk. Het is moeilijk om je ertoe te zetten, zeker in deze tijd. Maar je hebt het top maar gedaan. Schud alles nog even los. Een beetje gek mag hier. Adem nog één keer. Diep in. Helemaal lang. Met z'n allen tegelijkertijd een adem en rustigheid en geef jezelf een heel groot applaus. Dank jullie wel voor het meedoen. Hele fijne avond, hard gewerkt.
Live hier vanuit Urban Gym Almere. Bedankt dat jullie locatie mogen gebruiken. En jullie bedankt voor het meedoen allemaal. Hele fijne avond.